leven lang ontwikkelen is van belang omdat de arbeidsmarkt in een heel rap tempo verandert. Robotisering, digitalisering doen gewoon die hele arbeidsmarkt kantelen. En wij weten nu nog niet hoe die er over 10 jaar uit zal zien. Wat we wel weten is dat er nu banen zijn die er 10 jaar geleden totaal nog niet waren. En die flexibiliteit en dat meeveren, dat moet je wel gaan integreren in jouw werkzame leven. En met deze dag willen we laten zien dat dat geen straf is, maar dat dat heel leuk en inspirerend kan zijn. Blijven leren en ontwikkelen kan op heel veel verschillende manieren. En dat hele spectrum proberen wij vandaag in beeld te brengen. Vanmiddag heb ik een programma gedaan dat heet jouw personal branding. Personal branding, dat is een hele rijke techniek waarmee je jezelf gaat neerzetten en gaat communiceren vanuit bepaalde waarden. Zodat je een beeld creëert in de ogen van anderen. Wat ik van die workshop mee naar huis neem, hoe je op andere mensen over kan komen. Dus dat je ook nog wat meer zelfs denk ik kan spiegelen. En om te kijken hoe kom ik over. Wij staan hier vanuit onze filosofie dat iedereen talent heeft. Maar dat dat niet altijd gezien wordt. En door het spelen van games, dat is leuk, dat is fun, krijg je dat inzichtelijk. En dan is er perspectief voor iedereen. We hebben een debat gevoerd over leven lang leren en ontwikkelen. Het heeft me bevestigd in dat leven lang leren en ontwikkelen met heel veel dingen te maken heeft. We denken heel vaak aan opleidingen volgen, maar dat het ook gaat over simpele dingen. Iets nieuws proberen. Ik ben geweest bij de workshop Het CV Dat Werkt. Een cv, dat is je visitekaartje. En ik heb nu echt dingen gehoord die beter kunnen. Als je kan blijven werken, dan heb je natuurlijk de voordelen van werken. Je houdt sociale contacten, je participeert in de maatschappij. Maar je kan ook je inkomen veiligstellen. Inwoners die vinden ook, en terecht ook, dat ze steeds vaker ergens iets over mogen vinden. En ik denk dat daar onze soft skills in de toekomst zich echt veel meer op moeten gaan ontwikkelen. En je ziet ook dat de ontwikkelmogelijkheden voor burgemeesters vooral ook op die wijze zijn ingericht. Dat je leert van elkaars ervaringen. Vandaag was een hele mooie dag. We hebben echt veel mensen over de vloer gehad. Werkzoekende, werknemers, professionals. En samen met de partners die hier hun ding hebben gedaan, workshops hebben gegeven, lezingen hebben gegeven, hebben een prachtige dag georganiseerd.